We hebben hier een van de meest populaire wijnen van Bodegas Salentijn, namelijk hun sparkling. Hun mousserende wijn die model staat voor de opkomst van mousserende wijnen in Zuid-Amerika. Aan beide kanten van het Andes gewerkt, zoals in Chili als Argentinië, hebben we toch een wat koeler klimaat wat zich uitstekend leent voor het maken van mousserende wijnen. In dit geval de mousserende wijn gemaakt van Chardonnay en Pinot Noir, de belangrijke druivensoorten die we ook terugvinden in de stille wijnen van Bodegas Salentijn. De wijn wordt gemaakt volgens de methode Chamat. Dat wil dus zeggen dat we een tweede gisting hebben op tank en niet in de fles. Dat zorgt voor een evenwichtige, mooie, zacht mousserende wijn met een hele opvallende roze kleur. Want dat vinden de Argentijnen heel mooi. Een mooie, zachte wijn met geur en kleur en met vooral de smaak van kleine aardbeidjes, kersen, mooi rood fruit. En het is een heerlijk aperitief of bij salades en lichte visgerechten. Een wijn om nu te genieten, nu te drinken en niet om op te leggen. Proost!